Vanaf het moment dat de klok op 14 uur staat, wordt het feest bij de finish steeds groter. Het publiek bij de finish komt van over de hele wereld. In het laatste uur dat de lopers binnen mogen komen, reiken de winnaars van dezelfde race ondertussen de medailles uit. Dit is de snelste man van de zaterdag, de Brit Joe Skipper. En ook de snelste dame, de Nederlandse Yvonne van Vlerken, deelt ondertussen medailles uit. En waar de een met moeite over de finish komt, komt de ander nog vol energie binnen. En dan gaat het echte aftellen beginnen. De deelnemers moeten binnen 15 uur binnen zijn. Alles en iedereen wordt klaargezet om de laatste loper binnen te halen. En dat is Wilard Hamstra uit Amersfoort. Het is de 12e keer dat hij de triathlon uitloopt. Geweldig Almere, geweldige triathlon. Vandaar dat ik al zoveel jaar meedoe. Hoe ging het uiteindelijk? Heeft u wel een goed gevoel erover? Het ging eigenlijk hartstikke goed. Tot die onweersbui kwam en die regen. En die puisende wind. En die laatste 20 kilometer fietsen. En dat heeft me genekt.